Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Een paar dagen geleden stonden wij nog bij de Action. En nu staan we in ons shirt met dit uitzicht. En we gaan vuurwerk shoppen. We zijn op dit moment in Gran Canaria, waar Jordi al eerder is geweest, hebben jullie kunnen zien. Maar wij gaan nu alle winkels af om te kijken wat je allemaal hebt. Veel stoken, veel vlinders stoken en zo. Hardere knallers die we helaas niet meer in België en Duitsland kunnen krijgen. Maar we gaan lekker stoken zo meteen. Nu nemen we jullie mee naar de vuurwerkwinkel. Hey jongens, Gran Canaria ziet er echt raar uit. Je hebt super hoge bergen. Daardoor hebben we pas zon om een uurtje of één. Mega hoge bergen, gek. Hey, wat anders dan Polen dit, hè? Pyrotechnia. We gaan even kijken wat ze hebben, waaronder een paar knallers halen. Let's go. Nijltjes. Die gaan ook wel van halen, toch? Deze groene, die roze. Oh, daar heb je een pijlen, man. Heel zo'n bundel voor 18 euro zien we al. Dat gaan we ook echt zeker halen. Dat is heel ziek. Dat de pijlen hier heel goed zijn en goedkoop. Ja. Eigenlijk in Spanje heb je voornamelijk vlinders wat ze verkopen. Die oranje. Echt heel veel, hè? Ja. Dat is ook wel echt grappig, man. Ik had één een beetje. Ja, alleen, wat ik alleen hier in deze winkel specifiek mis zijn de drakens. Gewoon de grotere dingen. Klopt. Wat hebben we gehaald, jongens? Pijlen gehaald. Ziek hoor. Pak vlinders gehaald. Gewoon aan de weg staan we dat even te laten zien aan jullie. En dat gek allemaal. Hier mag je gewoon F3 hebben. Deze is dan F2, dus die zouden in principe in Nederland mogen. Hier. Ja. Nou hoor. Maar het leuke is, je mag het ook inderdaad gewoon echt afsteken. Zolang je het inderdaad maar niet in de boom hebt. Ja, precies. Maar ja, dit is dus een winkeltje, jongens. Gewoon aan de weg. Naast een motorzaak. Dus jongens, we staan op de stooklocatie. Dus even een ander moment, maar wel een andere mooie locatie. Film maar even. Hoe ziek is dit? We hebben nog nooit op zo'n locatie gestookt, of niet, jongens? Niemand hier. En je mag ook gewoon afsteken, daar niet van. We hadden dus deze gehaald, de giganten. Ben ik het meest benieuwd naar. Nu had je deze nog. Torino Special. De Special. Super. Had je deze nog? Nanotrons. Deze. Oh, dat was dat matje. Matje. Dus laten we maar gaan stoken. In een zakje. Openmaken. Zag er brood in zit. Een mooi timefuse. Zo, kijk hoe groot ook. Ziek. Ziek hoor. Gooi wel een beetje ver weg als je wil. Zo. En dan hebben we nu deze Especial. Speciale editie. Kijk wel uit met die andere vlinder daarnaast, man. Ik ben benieuwd hoor, deze. Mooi, man. Zo. Oh, mijn vinger weer. Goeie knaller, hoor. Die grote. Oh, die gek. Next. Jordi is even bezig met die traka. Hoeveel meter was die nou? 10, hè? Ja, man. Met een eindbom ook. Pakken we de meetlint, hè? Ja, anders gaan we terug naar die shop, gek. Hij ziet er ook, ja. Traakaatje, 10 meter, gek. Die nadreun, gek. Tussen die bergen. Wauw. En we hebben ook dat kleine matje, jongens. Traakaatjes. Het is eigenlijk een nitraatmat, hè, dit. Zo. Ziek. Goed schil, hoor. Zo. Ook nog nanotrons. Van lijkt, Ars. Lijkt heel erg op de toffeetjes. Die ja, mini-toffeetjes. Jordi is daarachter. Aan het
een gigant aan het aansteken. De minitron. Oh, die rot. Die ligt op het. Dan. Oh, kut. Zo, maar die kleine doen niet onder, hè? Nee, man. Ineens. Die daar. Die zijn echt goed hey, in. Die gammer. Er ligt nog een meertje op. Wat ook. Ik heb nog een special gevonden. Klopt dat nog niet? We hebben deze ook nog. Megatons 4. Oh, die zijn mooi ook. Zijn dit niet de hardste dan ofzo? Ja, ik weet niet man. Het zijn allemaal hele zieke knallen. We dachten dat het niet warm zou worden vandaag, gek. Hoppa, twee tegelijk ook nog. Wat een dreunen, gek. We hebben de grootste vlinders hier even op een rijtje gezet. We beginnen met de S-Special. Om aan jullie te laten horen welke nou harder is. Ja, die plofte. Die was echt. Die zijn volgens mij het hardst, man. Megatron. En dan nog die giganten. Ja, die Megatron, man. Die was echt het hardst. Ja, we hebben deze ook. Maat. Hey, die S-Special. S-Special. Wordt wel duidelijk verschil, hè, Miet? Ja, mooi. Spaanse vlinders zijn echt ziek, man. Lekker bij de steentjes. Kijk. Extra kringetje van een paar mooie vlindertjes. Yep. Volgens mij ging er maar eentje. Tegelijk. Ziek? We hebben er nog vier. Hier, oh. Jordi. Wat is dat? Waar leg je dan? Hé, hey, die zijn goed man, die kleintjes. Heerlijk. Hey, die is echt goed, man. Deze zijn echt heel ziek, hoor. Spaans vlindertje, jongens. Zo, ziek deze. Goed gegooid. Op deze zieke locatie. Ja, jongens, we zitten hier dus naar de stookplek op een achterafweggetje. Je kunt wel bijna... Dat gaat ongemakkelijk, al die mensen die gaan kijken. Dat was weer de video voor vandaag. De eerste video vanaf Gran Canaria. Het is natuurlijk november nu. De komende tijd zien jullie meerdere video's. Mooie stookvideo's, vergelijkvideo's. En ook andere winkels waar ze wat verkopen. Want wij vonden het bij deze winkel best wel duur. We kunnen al een beetje verklappen dat we bij een volgende winkel waren. Waar het veel goedkoper was. Dus dat gaan jullie allemaal binnenkort zien. Zo hebben jullie ook nog heel veel Polenvideo's van ons te goed. Gaan jullie ook nog zien. Stookvideo's in Nederland ook. Maar op zich vond ik deze stooklocatie en de knallers, want dit kan je allemaal niet meer krijgen hè? In België en zo. Ja, dit is allemaal kat 3 en allemaal Spaans flash natuurlijk. Dus waren goede knallers. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Dan zie ik jullie weer bij de volgende video.